Kun je doen alsof, doen alsof, kun je doen alsof? Jazeker. Mocht jij de afgelopen weken mijn kanaal een beetje in de gaten hebben gehouden, dan heb je gezien dat ik een nieuw programmaatje heb geüpload waar er maar liefst 6 afleveringen van online zijn gekomen. Namelijk deze. Mocht je het nou niet gezien hebben, gaat dat sowieso even checken. Maar ik maak deze video om jullie een aantal beelden te laten zien. Deleted scenes, behind the scenes. Inderdaad, behind the scenes van Kun Je Doen Alsof. Het is een programma waarin ik ga kijken of je kan doen alsof je bepaalde beroepen kan doen. Het was echt een feest en ik heb denk ik nog nooit zoveel gezweet tijdens opnames als deze opnamedagen. Ik ga vandaag kijken naar een aantal beelden die nog niet in de afleveringen zijn verschenen. Dat heb ik ook met Gekkenwerk gedaan. Dat vonden jullie heel erg leuk. Doe eens gekje met de normaal genoeg. Abonneer op mijn kanaal. Laten we beginnen. Ik wou mijn laptop pakken, maar dit is een hoes. Laten we beginnen. Dit was het eerste moment dat ik dit deed. De allereerste aflevering kun je doen alsof je kapper bent. Was echt fucking geniaal en heel ongemakkelijk. Dat kwam ook omdat het zeg maar, heel ongemakkelijk was. Denk ik wel een van de meest ongemakkelijke dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. En naast dit. Ben je er verdomme klaar voor? Dat kan kloppen! Ik ben gewoon wijs. Ja, ik heb nogal een ongemakkelijk bestaan. Dit moment is mooi, het is niet zo heel boeiend, maar dit is het allereerste moment. En dit wil ik even aan jullie laten zien, omdat je hieruit op kan maken dat het allemaal fucking real is. Er waren mensen die kwamen naar me toe achteraf en die zeiden, Kelvin, geniaal concept, geniaal idee, maar dit kan toch niet echt zijn. Ik zei, gasten, jawel. Ik wilde echte mensen die niet wisten wat er ging gebeuren. Wat is het? Deze is top. Ja? Oké. We hebben nieuw in de verkoop zitten. Oké. Oh. Wat is dit? Citroen. Deze gast, dit was echt een beer van 2 meter. Die ging in mijn stoel zitten. Ik dacht, oké, jij hebt bijna geen haar. En dan moet ik er wat van gaan maken. No fucking way. Doe je er normaal gesproken iets in? Nou, vandaag niet. Oké. Okay. Nee, zeker weten? Zeker weten. 100%? 100%. Oké, dan gebruik ik het maar als, handcrempje. Wat doe ik hier? Ik zit gewoon gel in mijn eigen kapsel te doen. Dat was er gewoon een pruik was. Hij is echt super pessimistisch. Hij heeft echt zoiets van, wat is dit allemaal? Kijk heel even hoe ik eruit zie. Dit is toch geen normaal mens, jongens. Dit was ook de eerste aflevering. Dus we waren nogal zoekende naar de vermommingen. En hoe we het precies gingen doen. En bla 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 bla. Ik hoef die toekomst niet in, hoor. Zeker weten? Ja, ik vind het echt stinken, man. Ja? Ik kan wat lekkers voor je vinden. Zal ik wat anders voor je zoeken? En dat is? Ik ga je testen. Ik ga je even testen. Jezus, wat doe ik hier? Ja. Wat is dit? Ik ben het helemaal vergeten. Ik wil iets in zijn haar stoppen. Toen zei hij, nee, ik wil het niet. Ik was zo'n slechte kapper. Ja, kijk. Het is wel gewoon nog steeds een systeem. Autoverkoper, dames en heren. Ik was Mike, de autoverkoper. Ik kom uit Purmerend en ik praatte zo. En ik verkocht de ene auto naar de andere. En er was één man, die was echt aandoenlijk. Achteraf vindt iedereen het gewoon echt lachen. Iedereen denkt echt, no, fucking vet. Alleen, op beeld ziet het er soms echt een beetje ongemakkelijk uit. Best wel een beetje heel ongemakkelijk af en toe. Vooral bij deze man. We mogen nog wel een beetje onszelf inspannen. Nee, wat dat betreft. Daar heb ik persoonlijk nog geen problemen mee. Nee, precies. Ik moet alleen niet aan tegenstoppen. Ik heb een huurwagen gehad. Ik lach op mezelf, het is echt erg. Dit was een stukje die ik eruit heb laten halen omdat die aflevering anders gewoon te lang werd. Ik lach gewoon de hele tijd door hem heen. Elke keer als ik weer ging praten. Op een gegeven moment kijkt hij me ook aan van, gast, wat ben je aan het doen? Een huurwagen gehad. Ik heb trouwens in elke aflevering krijg ik lenzen in. En als je andere kleur lenzen in hebt, dat is echt bizar. Want dan kijk je al veel anders uit je ogen. En dan herkennen sommige mensen je al niet meer. Best wel crazy. Mensen hebben het ook meteen door als ze je kennen. Kijk dan hoe ik uit mijn doppen kijk hier. Kijk dit. Dit is gewoon hoe het gaat. Hier, pruikje op. Hallo, koek koek. Wijnkenner. Die was ook vrij interessant. Eigenlijk is het officiële woord voor wijnkenner is sommelier. En daar kwamen ze hoor. 6 mensen die kregen die les van Xander de Mogol. De mensen die denken dat wij Mogolen zijn, zijn zelf een stelletje Mogol. Ik ben gewoon nerveus om het weer terug te zien. Dit was echt weer zo'n do-or-die moment. Als je denkt dat dit allemaal super professioneel gemaakt is, dan heb je het een klein beetje mis. Want ik heb nog nooit een verborgen cameraprogramma gemaakt, dames en heren. Dus het was best wel even tricky. En bij deze aflevering, echt serieus, we hadden net de camera staan. En de mensen kwamen al binnen. En de cameraman en de crew en zo allemaal weg. Zo, kut, 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 we moeten weg, weg, weg. En daar stond ik dan. Kijk dan, jongen. De spanning begint te komen.
Ja, dit moment is echt goud. Kijk dit moment, besef dit moment. Ik zit hier dom te doen in de camera. Deze gast hier ook, die keek en die zag, oké, deze gast is iets heel raars aan het doen. En ineens besefte ik van, oké, kut. Ik doe hier nou wel stoer, maar volgens mij zitten ze gewoon naar me te kijken. Dus ik ga met mijn hand zo bij mijn nek, moet je goed kijken, echt zo van, oh kut. Ik heb echt nekpijn. Dit was het punt in de wijnkenner aflevering waarvan ik al dacht, oké, dit gaat helemaal niet goed. Dus dan heb ik stiekem backstage eventjes met Roen, de eigenaar van de zaak, gepraat over, hey, kun je me misschien een klein beetje helpen? Want jij mag van mij zuipen, maar mijn kom het er niet doorheen, hoor, zoals ik echt naar met die jongens. Hier was het echt zo van, oké, nu weet ik het. Ik ga naar binnen, ik ga het allemaal zeggen. En op het moment dat je daar naar binnen stapt, ben je alles weer kwijt. Ik was hier echt lam, hè. Ik was echt hier al een beetje dronken, want ik begon maar gewoon door te zuipen. Ik dacht, ja, dit is mijn enige manier om wat losser te komen, is gewoon door die alcohol weg te tikken. Dus ik heb echt op een gegeven moment 10 glazen wijn op gehad. En je merkte gewoon, naarmate die aflevering vordert, dat het steeds wat losser wordt, steeds wat grappiger, steeds wat meer gehouden hoer. Kijk, ik kon hem hier gewoon niet, ik kon hem hier niet inhouden. Ik voel het gewoon veel te grappig, weet ik veel wat ik hier aan het doen ben. Kijk hier weer. Ik moest hier gewoon lachen om mezelf. Ik was echt een beetje droeloe aan het worden. Ik was echt tipsy as fuck. Kijk, kijk mijn lach hier. Ik hou het niet meer. Hier krijg je even mijn bald cap op. En dit is gewoon een soort van condoom voor op je hoofd. Zodat de haren er allemaal onder blijft zitten. Kijk, dit is echt te absurd voor woorden, jongen. Hoe ik hier eruit zag, is echt niet normaal. Ik was masseur Peter. En die was ook heel interessant. Je mag je bovenkleding. Dit is echt niet normaal, joh. Dit is echt top. Deze knakker is echt top. Top, 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 top. Je mag je plaatsnemen op de tafel. Kijk, je ziet hem al lachen, hè. Je ziet hem al lachen, die vuile tyfushond. Dit is de enige individu in de hele serie die echt gewoon zei, ja, jij bent Calvin. Toen was het tijd voor leraar. Ik ben denk ik in tijden niet zo nerveus geweest voor opnames. Dat meen ik echt. Want, doelgroep. Ik weet, toen ik 15 was, jongen, ik was echt een ramp. Ik was echt niet best. In de klas was ik echt ook op eigen wijze en ik zat op mijn telefoon en shit. Dus ik dacht, ik krijg het nu gewoon keer 30. En dan ook nog mensen die waarschijnlijk weten wie ik ben. Oh, jongen. Ik stapte die school binnen en ik kreeg ook alleen maar weer slechte vibes van school. Want ik vind dat helemaal niet leuk en zo. En dan was het ook nog eens een keer 8 uur of iets. Dat betekende dus dat ik om 5 uur 's ochtends in de make-up moest bij iemand thuis. Het is gewoon een heel plak huid. Kijk hoe ik eruit zie, joh. Nou, respect als ze hier achter komen. En toch hadden ze het gewoon door. Fuck! Ik zie daar een mevrouw achterin op haar telefoon zitten. Dag mevrouw, mag uw telefoon inleveren? Ik krijg hem aan het eind van de les weer terug. Ik had een soort Ivonie-accent bedacht. Dus kijk, ik kon wel echt als een oude man gaan praten zo. Maar ja, dat klonk niet echt overtuigend. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon op een Ivonie-manier praten. Met veel pauzes. En praten in hoogteverschillen. Waardoor we met z'n allen niet weten dat ik Calvin ben. Dat was mijn tactiek. Maar, weet je, het was gewoon moeilijk, man. Het was moeilijk. Het is belangrijk dat we naar me luisteren. Ik zou heel graag uw telefoon in ontvangst willen nemen. Wat is uw naam? Wendy? Dank u wel. Ja, Wendy, je wilde je telefoon niet geven, maar ik had hem uiteindelijk toch, snap je? Normaal gesproken fok ik gewoon met zulke soort mensen, weet je wel. Dan gaan we gewoon ouwe hoeren en maak me geen reet uit wat je doet. Maar nu moest ik in één keer een overwicht zijn. Ik moest in één keer autoritair zijn. En hier met de telefoon. Het was wel echt een keer leuk. Ik heb gewoon leerlingen recht in de ogen aangekeken. En dat ze wilden zeggen, jij bent toch Calvin, dat ze het niet durfden te zeggen. En ze hadden dus door wie ik was. Kutzooi. En dat komt voornamelijk omdat mijn nek en mijn oren waren niet ouder gemaakt. En dat betekent dus dat je ziet dat ik een jonge nek heb. En dat het veel te jonge oortjes. Dus dat viel nogal op. Dat was een waarzegger namen. Kun je doen alsof je waarzegger bent? Is ook een van die absurde dingen. Ik was niet heel nerveus, want ik dacht, we gaan gewoon lekker lol trappen bij deze. Maar ik zag er ook uit als echt een hele vage gast. Davy. Kayla. Zo. Kayla, die mag mijn toekomst over spillen. Ik was even online aan het zoeken hoe paragnosten eruit zien. En ze zagen er gewoon allemaal een beetje uit als een soort, ja, als een beetje webcam sletten. Oh, no, he didn't. Ik kan altijd zo lekker lachen met Celine. Celine is mijn hair and make-up stylist woman. Zij is geniaal. Zij heeft alle vermommingen gedaan tijdens Kun je doen alsof. En dat moest echt in no time gemaakt worden. Dus ze heeft er alles eruit gehaald. Maar wat ik gewoon leuk vind aan dit team waarmee we dit gemaakt hebben, het was echt elke dag lachen. Ik zou het voor vandaag hierbij laten, want ik vond het een redelijk heftige sessie. Bergen en bergen ontmoeten elkaar niet, maar mensen wel. Juist. Wat zegt deze man? Bergen en bergen ontmoeten elkaar niet, maar mensen wel.
Als je de aflevering nog niet gezien hebt, ga hem sowieso checken, want deze is fucking epic. Deze man geloofde me gewoon. Die was helemaal overtuigd. Mag ik je hulp geven? Ja, maar natuurlijk. Dank je, Asje. Kijk hem dan! Dank je wel. Gozer. Ik zal me wel even terugtrekken. Ja. Ja, ik ga me wel even terugtrekken. Ja. Die gozer, die was zo legit. Gozer. Kijk hoe hij dit zegt. Kijk hoe hij dit zegt. Dank je wel. Gozer. Gozer. Deze was zo overtuigd. Het was zo lekker om dit te doen. Wow. Hij is clean. Ja? Hij is zeer nederig. Heel goed mens. Je hebt een dochter. Damn. Dat is het eerste wat hij zei. De lijnen in mijn hand. Daar stond hij helemaal paf van. Trok die kaarten. Hij stond ook helemaal paf van die kaarten. Deze gast is echt niet normaal. Dit is echt erg. Deze man was helemaal om. Die vond het helemaal de bom. Die vond het helemaal te gek. Waar zeggen kan wij helemaal te gek? Maaf Kees is het. Maaf Kees is het. Oh, heerlijk. Als ik zo praat over iemand. I adore him. He's good. He's good. Hij zegt ook I adore him. He's good, I adore. Nummer 1. Deze man denkt nog steeds dat ik een waarzegger ben. Het is gefilmd in een tattoo shop in Amsterdam-Oost. Daar beneden heb je een kelder, die gebruiken ze nooit. Dus daar hebben we dit gefilmd. Hij is naar die tattoo shop teruggegaan en heeft gezegd, ik wil nog een keer, man. Ik wil nog een keer. Maar ja, ik zit daar helemaal niet. En het tweede ding, wat ik echt met mijn hand op mijn hart kan zeggen. Ik beloof het op alles en iedereen. Dit is geen acteur. Dit is gewoon echt iemand die helemaal ondersteboven was van mijn kwaliteiten. Ah, wat een avontuur. Lijkt het jou nou leuk als ik een nieuw seizoen van Kun je doen alsof ga maken? Laat het dan even weten hier in de comments. En mocht je nog ideeën hebben over beroepen of dingen die anders zouden kunnen, laat het er dan ook bij zetten. Volg me op Instagram. Mijn naam is Calvin. Abonneer op mijn kanaal. Het leven is fucking mooi. En zoals ik altijd zeg, doe eens gek. Je bent al normaal.